Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn er weer met een nieuw product van Trust. We hebben heel veel varianten geprobeerd hier zo. Gaming, normale versies en dit keer kwam ik er eentje tegen. Ja, ik denk voor dit geld moet ik gewoon even proberen wat het is. De Trust headset, ja ik moet eerlijk zeggen, kennen we Trust? Nou, ik moet zeggen in het algemeen heb ik best wel veel positieve ervaringen ermee. Vaak omdat het geen drol kost en toch wel veel lang plezier van gehad. Maar de vraag is bij deze, hoe klinkt het geluid, hoe zit die en ook hoe klinkt de microfoon? Want deze is gewoon bedoeld voor eigenlijk, ja je kan zeggen de gamer. Hey, zal ik maar zeggen. Maar het is eigenlijk gewoon een ideaal headsetje misschien voor te gamen, maar ook gewoon voor een algemeen standaard gebruik. Ja, en voor die paar euro dat ik ervoor betaald heb, kunnen we ook gewoon niet klagen. Maar nogmaals, je kan echt verrast zijn hoe goedkoop en hoe goed ze zijn. Kijk, qua specificaties kunnen we er ook helemaal niks bijzonders van verwachten. Wat ik wel fijn vind, is dat we ook een adapter bij krijgen. Nou, wat is dat in principe? Kijk, zoals je ziet, we krijgen een kastje ertussenin voor de volumeregeling. Dat vind ik op zich wel prettig. Daarnaast krijgen we een 3,5 mm connection. Kijk, ik noem het al met de 3 streepjes jack. Dus dat houdt in dat alles op één kabeltje zit. Maar we krijgen er een verloopje bij, dus kunnen we hem ook eventjes in iets anders prikken. Bijvoorbeeld mijn camera hier zo. De frequentierange is 20.000 hertz. Zo, hallo. In ieder geval de impedantie 32 ohm. De sensitivity is 108 decibel. Ja, een beetje standaard. Ja, gewoon eigenlijk gewoon standaard. Er is helemaal niks bijzonders aan. Maar ja, voor het geld kennen we ook niet klaar. Laten we hem eens even open gaan maken. En sowieso eens eventjes die dingetjes open snijden. Zo, we gaan ze hier wel doorsnijden. Normaal pul ik ze er wel eens vanaf. Maar daar heb ik gewoon vandaag geen zin in. We gaan gewoon snijden. Zo, dus eventjes kijken of dat er nog iets van plaksel bij zit. Nee, of er zit geen plaksel meer onder. We kunnen hem gewoon eruit halen. Ja, en ik blijf ook gewoon bij. We leven echt wel in een tijd dat er zoveel producten zijn. En ook heel veel producten wat gewoon super ideaal en goedkoop is. Kijk, zit hier nog iets van onder of zo? Ja, ik voel hier nog wat onder zitten. Kom eruit! Oh nee, daar zat er echt niks in. Oké. Okay. Eens eventjes kijken wat hier allemaal in zit. We hoorden een adaptertje erbij te krijgen. Ja, dat krijgen we zeker. Nou, we hebben hier een mooi zakje. Overal zakjes zitten netjes omheen. Af en toe denken wij, zou dit oude voorraad zijn of wat is dit? Nou ja, ik moet je zeggen, voor het geld had ik ook niet veel verwacht. Er zitten echt van die hele goede kope foompjes in. Het is echt heel erg dun. Ja, dit mechanisme, alles is gewoon gemaakt van plastic, fantastic. Het is allemaal wel echt goed, super goedkoop uitgevoerd. Dus even kijken, kunnen wij hem draaien? Ja, op één manier. Nou, dit werkt dan op zich wel redelijk. Dit ding zit er ook niet heel erg mooi omheen. Ja, en ik wil niet echt hier lopen zeiken de hele tijd, daar niet van. Maar dit zijn gewoon mijn algemene bevindingen. Hij komt met een super dun kabeltje. Ja, echt super dun. Even ruiken. Oh, ja. Wacht nog even. Oh ja, dat is, hij ruikt niet chemisch, zeg maar. Hij ruikt gewoon lekker chemisch. Zullen we daarop houden. Voor de rest, ja, hij voelt... Gadverdamme, hij plakt gewoon helemaal hier zo. Zie je dat? Dat is gewoon plaksel van dat ding. Voor de rest kregen we het adaptertje erbij. Nou hoop ik dat deze werkt. Ik heb het verleden wel eens gehad van een ander werk toen. Dan werkte hij niet eens. Dus het is echt allemaal echt heel basic uitgevoerd. Laten we hem eens eventjes gaan testen. Eens kijken hoe die klinkt en hoe die gaat zitten. Nou, in ieder geval de muziek. Wat vinden we ervan? Nou, ik moet je zeggen, ik ben eigenlijk wel stiekem een beetje verrast. Hij zit niet heel comfortabel hoor, dat moet ik wel zeggen. Hij zit een beetje strak en doordat er weinig foam in zit is hij niet heel comfortabel. Maar het geluid gaat best wel hard. Ik mis hoog. Midden is al een beetje aanwezig. En we hebben best wel wat bas. Even lekker nummer met bas. Ja, ik moet je zeggen, ik vind het gewoon bizar hoe die koptelefoons kunnen klinken voor een paar euro. Maar ik zal eventjes laten horen wat ik bedoel. Althans, een poging wagen tot. Kijk, qua comfort, toen ik hem zag wist ik al hoe hij ging zitten, is van gemeten. Want ja, dat is in principe hetgeen wat we ook niet anders kunnen verwachten met zulke foampies. Daarnaast is het wel lekker groot, dus hij ligt wel een beetje over mijn oren. En ja, dat kunnen we ook wel horen, hij sluit goed af. Dus op zich, dat ben ik dan op zich wel over te spreken voor het geld wat wij in principe voor betalen. De microfoon, dat is het volgende. We kunnen hem wel een beetje positioneren, dus dat is best wel luxe. We kunnen hem zelfs in verschillende standen zetten. Dus nee, voor de rest is dat zeker niet verkeerd. Maar laten we hem eens even gaan proberen. Ik prik hem rechtstreeks eventjes op mijn camera. Ik gebruik een vergelijking. Ja, ik moet misschien in de toekomst kijken voor andere headsetjes, zoals van Logitech of zo. Maar voorlopig nu heb ik de Olympus microfoon. Ja, dat is een microfoon over de €100. Dus het is eigenlijk wel een beetje appels met peren vergelijken. Maar dan heb je een idee hoe het klinkt van een hele dure naar een hele goedkope microfoon. Nou ja, in ieder geval, dat is dan in ieder geval de test voor de microfoon van de Trust. Dus ja, op zich de geluidskwaliteit is wat je er ook wel van kan verwachten. Maar soms ben je wel verrast hoe goed het nog is. Dan gaan we even iets verder weg. Nou staat hij echt ver weg van mijn mond. Nou ja, dan is even wel dit, het geluidskwaliteit natuurlijk wel ietsjes minder. Maar nogmaals, ik denk dat het vrijwel hetzelfde is. Gaan we dichterbij mijn mond doen zo. En het is wel eigenlijk een beetje hetgeen wat we allemaal meestal kunnen verwachten van dit soort headsets. Het is een leuke toevoeging voor die paar euro. Inmiddels heb ik al best wel wat goedkope headsets gereviewd. En tot heden heb ik wel een paar favorieten. Misschien dat ik ooit nog eens een keer een top 5 maak of een top 10. Misschien wel leuk om te doen in de toekomst. Het lastige van dit soort video's trouwens is dat natuurlijk sommige koptelefoons maar tijdelijk zijn. Of het is een aanbieding. Dus ja, dat is altijd lastig met een top 5. Voor de rest ja, voor het geld. Het is precies wat ik verwachtte. En het is toch stiekem een klein beetje meer. Vooral als je kijkt naar de geluidskwaliteit. Is het zeker niet verkeerd voor die paar euro die je ervoor betaalt. Ja, ben je een beginnende gamer of wil je gewoon even snel een oplossing hebben. Is het zeker niet verkeerd. Ik wil je hiervoor bedanken voor het kijken. Laat me weten wat jij hiervan vindt. En ik zou het leuk vinden als ik jou zie in de volgende video. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Druk het belletje, want dan zie ik jou weer de volgende keer.